Vrouwen zijn de lul. Klinkt een beetje grof, maar dat vinden de dames van vrouwennetwerk Women Inc. Ze willen meer aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Want een vrouwenlichaam is nu eenmaal heel anders dan dat van een man. Toch wordt het zijne als eikpunt genomen voor behandelingen en medicijnen. Het gevolg daarvan is dat vrouwen bijvoorbeeld symptomen die aan een hartaanval voorafgaan niet herkennen. Die openbaren zich bij hen namelijk niet door pijn op de borst, maar nou, dat horen we zo meteen. Met deze campagne pleit Women Inc. voor een ongelijke behandeling dus ter vergroting van de gezondheidskansen van vrouwen. Hoogleraar cardiologie van het UMC Sint Radboud, Angela Maas, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent door Women Inc. betrokken bij die campagne. Maar ik kon me toch herinneren dat het hier al heel erg lang geleden ook al eens over ging. Ja, dat is zo. Maar het is een onderwerp wat toch in de praktijk vrij moeilijk wil landen. En dat komt natuurlijk omdat veel artsen, huisartsen, maar ook cardiologen, eigenlijk de geneeskunde is nog steeds, ook in het onderwijs, opleiding, zoals we allemaal worden opgevoed, erg geënt op de patiënt als neutraal persoon. En in specifieke vakgebieden, zoals bijvoorbeeld de cardiologie, de man eigenlijk als eikpunt. En eigenlijk door het voortschrijdende inzicht, want de geneeskunde heeft zich natuurlijk op velerlei terreinen de afgelopen 20, 30 jaar enorm verdiept, is eigenlijk steeds zichtbaarder geworden. En mijn eigen vakgebied is daar een groot voorbeeld van. Geeft u daar eens een voorbeeld van? Dat juist die man-vrouw verschillen, dat die ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dat er een achterliggende Maar Mieke zei het net al. Ja? Bij mannen uit zich een hartinfarct pijn op de borst. Ja, kijk, er zijn een heleboel aspecten aan hartinfarcten die verschillend zijn tussen mannen en vrouwen. Als je bijvoorbeeld kijkt onder de 60, dan heeft een man een 4 keer zo grote kans op het krijgen van een hartinfarct. Alleen bij vrouwen die roken bijvoorbeeld, is het relatieve risico van roken voor het krijgen van een hartinfarct is juist bij jonge vrouwen veel groter dan bij mannen. Dus hartinfarcten op jonge leeftijd zie je veel vaker bij vrouwen dat het rooksters zijn. Als je kijkt naar wat er dan daadwerkelijk aan de hand is ten tijde van een hartinfarct in de kransslagaderen, dus in de bloedvaten waar dan een probleem is, dan zie je bij vrouwen 2 keer zo vaak als bij mannen dat er geen zichtbare vernauwing is. Dus de mechanismen ten tijde van een hartinfarct, vooral op jonge leeftijd, laten duidelijke verschillen zien tussen mannen en vrouwen. En je kan je voorstellen, als de onderliggende mechanismen verschillend zijn, dat zich dat ook vertaalt in verschillende klachten. Ook al in de klachten die van tevoren er zijn, die ten tijde van het infarct er zijn, en ook de behandelingsmogelijkheden. En dat uitzicht in opsporing en behandeling of een precies, van beide. Precies, en de grootste verschillen tussen mannen en vrouwen zijn natuurlijk op jonge leeftijd, omdat we dan ook hormonaal het meest verschillend zijn. He? Want dat is natuurlijk ook het aantrekkelijke tussen mannen en vrouwen, dat we die verschillen hebben. Maar in al onze cellen van ons lichaam zitten verschillen in DNA. He? Vrouwen hebben XX-chromosoom, geslachtschromosoom, mannen zijn XY. En al die verschillen vertalen zich in een heleboel orgaansystemen, hè, waaronder ook de veroudering van de bloedvaten. Dus de verschillen die er zijn, die hebben enorme consequentie levenslang voor gezondheid en ziekte en maar de manier waarop we daarmee omgaan. Maar is het dan bijvoorbeeld ook zo, want pijn op de borst, dat vrouwen dat bijvoorbeeld veel minder hebben voorafgaand? Nou, kijk, als het echt een heel duidelijk hartinfarct is, dan zie je dat vrouwen in de meeste gevallen ook pijn op de borst hebben. Maar de klachten bij vrouwen worden vaak overschaduwd door luchttekort, angst, paniek, misselijkheid, veel meer transpirerigheid. Dus vrouwen hebben eigenlijk ten tijde van een hartinfarct veel meer toeters en bellen en ruis eromheen, die eigenlijk de aandacht afleiden van de hoofdklacht pijn op de borst. Even aan de telefoon heb ik Jeannette Vaassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Women Inc. Wij zijn de lul. Ik weet niet, moest dat nou zo?
Die vraag is vaker gesteld. Nou, wij kwamen eigenlijk in de redactie van Wim en Ink het soort verhalen wat mevrouw Maas vertelt nu allemaal tegen. Die zijn natuurlijk heel complex. We legden ze op een rij. En we keken naar de cijfers en we zeiden eigenlijk tegen elkaar, jeetje, wij zijn dus eigenlijk als vrouwen flink de lul. Toen dachten we, dat is bijna letterlijk de vertaling van dit onderwerp. Want het is gewoon zo dat we als mannenlichaam behandeld worden. Vandaar dat wij die vrouwen in die lullenpakken hebben gestoken en op die manier aandacht vragen voor deze zaak. Ja. Want wat is er gaande? Het is zo'n complex verhaal dat we dachten, we moeten een simpele manier hebben om aandacht te trekken om iedereen hierop te gaan mobiliseren. Ja, want dat weet misschien nog niet iedereen. Vrouwen die gaan in blote mannenpakken met piemels door het centrum van Amsterdam lopen. Hè? Ja, op allerlei plekken. En het is ook nog erger. We willen ook zelfs af en toe een artsencongres bestoken. Want het is zo dat er al heel veel feiten bekend zijn. Maar in principe, u hoort ook mevrouw Maas, zij is een echte specialist. En zij is hier al jaren mee bezig. Vanaf het moment dat wij in 2010 dit onderwerp pakten, bleken op heel veel verschillende ziektes al heel veel roependen in de woestijn al jaren bezig te zijn. En wij hebben nu even nodig dat er actie en versnelling komt in deze case. Want het is gewoon de helft van de bevolking die niet goed bediend wordt door de gezondheidszorg op het moment. Is dat niet een beetje overdreven gezegd, mevrouw Maas? De helft wordt niet goed bediend? Nou, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we niet iedereen meer als eenheidsworst beschouwen, maar waarin juist de meer op maat gesneden personalized medicine een belangrijk issue is. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een laag risico hebben. Nou, daar hoef je helemaal niet zoveel aandacht aan te besteden. Maar we kunnen ook veel beter nu identificeren welke mensen een hoog risico hebben en juist daarin ook verschil tussen mannen en vrouwen maken. Ook bij vrouwen met name voor en na de overgang. We kunnen veel beter nu differentiëren, ook in de patiëntenzorg. En dat moeten we ook doen om goedkoop te zijn, van wie heeft welke zorg nodig. Dus de hele tijdgeest vraagt er ook om dat we meer op die manier naar mensen kijken. Zou dit ook niet eigenlijk gewoon vanzelf gaan? Want de vrouwelijke inbreng in de gezondheidszorg is de laatste jaren natuurlijk zo gigantisch toegenomen. Ja, maar het is toch echt een onderwerp. Ja, ik moet er een beetje om lachen. De meeste dingen gaan niet vanzelf. Wat je toch ook ziet, ook in mijn eigen vakgebied, er moet op een gegeven moment toch een andere mindset komen. Hè? Want we hebben ontzettend gefocust altijd op die vernauwingen in die grote kransslagader. Maar er is zoveel meer in de hartspier aan miljoenen kleine bloedvaatjes, waarin je ook afwijkingen kan hebben. Bloedvaatjes die zich niet goed laten afbeelden met een hartkatheterisatie, wat tot dusver nog altijd onze gouden standaard is geweest. Dus er is op een gegeven moment ook, om anders te gaan denken, is een andere mindset nodig. En dat gaat niet vanzelf. Dat betekent ook dat je onderwijs moet veranderen, dat je ook onderzoeksterreinen andere focus moet leggen. U gaat over de cardiologie, maar op welk terrein zou dat eigenlijk van zeer essentieel belang en zo snel mogelijk moeten gebeuren? Nou, het begint natuurlijk bij de studenten geneeskunde, want dat zijn onze toekomstige dokters. Oh, ja. En als je die wat meer alert opvoedt, dan zal je natuurlijk merken dat het zich wat sneller ook in de praktijk gaat vertalen naar andere en betere patiëntenzorg. Ja, en onderzoek natuurlijk. Natuurlijk, toch? Onderzoeksterreinen, daar wordt uiteraard wordt daar aan gewerkt. Maar het is niet zo dat als er meer vrouwen komen, dat dan dingen automatisch wel vanzelf goed komen. Zo werkt het. Ik ga nog even naar Jeannette Fase. U luistert mee, begrijp ik. Is dit niet gewoon een kwestie voor medici, voor apothekers, voor specialisten? Is er een publiekscampagne voor nodig? Nou, het is absoluut beide kanten op. We hebben deze actie gestart op Lowlands voor een bepaald publiek. En na afloop komt er een jongen naar me toe die zegt, ik ben arts in opleiding, ik schrik hier enorm van. Ik heb geen idee wat ik moet doen. En het is ook zo dat pas in mei het eerste leerboek in de opleidingen voor genderspecifieke zorg is opgenomen. Hè? Het is ook ongelooflijk, u zegt, is het niet overdreven. In 90% van de onderzoeken naar hart- en vaatziekten wordt het verschil tussen mannen en vrouwen op dit moment niet gemaakt. En als je met wetenschappers spreekt en specialisten, dan erkennen ze dat tot nu toe dat verschil niet gemaakt is. En omdat de wetenschappers altijd op het onderzoek van de voorganger laat rusten, zal niemand nu erkennen, oh, we hebben het al die tijd misgedaan. Maar het hoogst haalbare is dat we het vanaf nu goed doen. Ja. En dat is waar we inderdaad bij al die partijen voor pleiten. Nee, ik zei niet dat het overdreven was. Ik zei alleen, is het niet meer een kwestie die binnen de medische wereld opgelost moet worden? Absoluut. Maar het is zo dat mevrouw Maas heeft aangegeven, ik ben er jaren mee bezig. Dat geldt ook voor meneer Fauser van het UMC Utrecht. Dat geldt voor Twan Lagro
van Nijmegen. Heel veel mensen zijn jaren bezig en die krijgen eigenlijk de beweging in hun vakgebied erin, maar verder niet. Dus wij koppelen de zorgverzekeraars, de overheid, die is nu ook in het vorm van ministerie OCW aangeschoven, wetenschapsprogramma's, en wij koppelen eigenlijk allerlei denktanks aan elkaar, waardoor het nu een beetje kan gaan versnellen. Wanneer is de campagne geslaagd, mevrouw Maas, voor u? Ik denk als de vanzelfsprekendheid is dat bij allerlei interventies en behandelingstechnieken dat we ons afvragen van is dit adequaat voor alle doelgroepen die wij bedienen? Dus jong en oud, man, vrouw, maar ook bijvoorbeeld raciale verschillen. Ook enorm belangrijk in de gezondheidszorg. Hè. Is iemand van Hindoestaanse afkomst of Afro-American of Caucasiërs gewoon een blanke? Dus ik denk dat we juist voor goede gezondheidszorg, dat we veel meer maatwerk moeten leveren en moeten kijken met welke wie de patiënt werkelijk is. Maar is dat werkelijk een verschil? Het opereren van een Hindoestaans dan een West-Europees? Ik weet niet of opereren nou direct een goed voorbeeld is, maar als je bijvoorbeeld kijkt... Nou wel, het uiteindelijke voorbeeld. Ja, maar bij Hindoestanen bijvoorbeeld kijk naar suikerziekte. Dat is voor het Hindoestaanse ras, dat is gewoon één groot drama. Ook aan de complicaties van suikerziekte. Dat is veel uitgebreider, veel erger dan wat je bijvoorbeeld bij blanken hebt. Daar zijn enorme verschillen in. Ook in complicaties voor oogziekte, al op veel jongere leeftijd. Dus een heleboel ziekten vertalen zich in verschillende, ook raciale... verschillende rassen op een andere manier. Dat is zeker heel belangrijk. Maar als jij net fase van Women Inc. gaat het meer om die vrouwen-mannen, hè? Nou, ik ben heel blij dat mevrouw Maas de algemene diversiteit noemt. Kijk, we zijn natuurlijk altijd gewend om voor gelijkheid te strijden vanuit de vrouwenbeweging. Maar eigenlijk is nu die trend als het gaat om het lichaam gekeerd. Het gaat erom om het verschil te maken. En idealiter is dat op maatzorg. Maar het begin is denk ik met de eerste helft van de bevolking en het grootste verschil op te zoeken. Dus zo gauw er bewustzijn is, meer onderzoek en duidelijker communicatie, is voor ons de campagne geslaagd. Goed, dankjewel Jeannette Fase van Women Inc. En Angela Maas, ook hoogleraar cardiologie van het UMC Sint Radboud. Het ging dus over de campagne Wij zijn de lul. Hartelijk dank voor jullie komst. Zometeen, dat gaan we doen na 10.